Welkom bij een nieuwe video van de Floralist in samenwerking met Groei en Bloei. Mijn naam is Nelleke Bontje en we gaan een mooie creatie maken. We gaan iets maken wat een rol gaat spelen in een wedstrijd die we bedacht hebben voor de lezers van Groei en Bloei. Dat wordt heel leuk. Het gaat er in eerste instantie heel ingewikkeld uitzien. Misschien heb je al wat foto's gezien voordat je deze video ging bekijken. Maar wees gerust, het gaat het denk makkelijker dan dat je in eerste instantie zou denken. Maar dat mag je uiteindelijk zelf beoordelen natuurlijk. Ik heb wat mooie bloemetjes bij elkaar gezocht. En dit zijn wat takken, forsythia. Van de orchideeën, dit zijn clematissen en een paar mooie rozen. En de wedstrijd die we uitgedacht hebben, daarvoor ga ik je nu inspiratie geven. En dat betekent niet dat je het exact na hoeft te maken. Dus je mag ook met kleine details, mag je aan de gang gaan. Als het maar iets is wat je van het bloemstuk uit hebt meegenomen. En daarbij een mooie omschrijving hebt van, nou, wat is het wat mij nou zo inspireerde in deze creatie. En we hebben hier een mooie schaal. En je ziet hier al wat rolletjes liggen van dit cobra blad. Het is gedroogd blad, ook een beetje speciaal gedroogd. En nou, verschillende diktes, groottes, grote rondjes, kleine rondjes. En zo ziet het blad eruit. Dus het is een beetje leemachtig bijna. Nou, ik heb een paar steekbuisjes. En deze steekbuisjes die ga ik omwikkelen met dat blad. Niet alle blaadjes hebben buisjes. Deze zijn allemaal leeg. Die heb ik alvast voorbereid. Omdat je anders heel lang zit te kijken naar iemand die blaadjes aan het rollen is. En dat is niet zo leuk voor op de camera. Maar we gaan in ieder geval deze blaadjes rollen. En wat ik doe, ik wikkel echt het buisje in het blad. En de ene keer doe ik het blad met de nerven aan de binnenkant en de andere keer met de nerven aan de buitenkant. Vind ik leuk om daarmee te spelen. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf hoe je dat wil doen. Dus wat je doet, is je legt het buisje tegen het blad aan. Eigenlijk is het heel simpel. En je rolt het op. En dan met dit dunne zilveren zigzag wikkeldraad wikkel je een paar keer stevig om het blad met het buisje heen. En zo blijft het mooi staan. Een paar keer goed omwikkelen. En dit gedroogde blad. Eigenlijk gebruik ik het niet zo heel veel. Maar soms is het juist leuk om materialen erbij te pakken. Waar je misschien in eerste instantie niet heel erg geïnspireerd van raakt. Om er dan iets mee te doen wat je verbaast. En dat vind ik altijd heel leuk. Met dingen die ergens achter en onder liggen misschien. Toen ik vroeger voor school creaties moest maken. Ging ik ook altijd in een oude schuur. Op jacht om te kijken naar wat me inspireerde. Dus dit is een leeg blad. Dat wikkelen we gewoon om. En dat eist inderdaad ook een paar keer. Dus zo heb je heel wat buisjes bij elkaar. Hier heb ik er nog meer. Dus dat schiet lekker op. En deze gaan we bevestigen op deze mooie plaat. Eigenlijk een beetje over het midden. In een soort van slang. Met een mooie vorm erin. Nou, om dat te doen heb ik klei. En daar ga je hele vieze handen voor krijgen. Dus, nou, dat klei, dat is gewoon heel mooi natuurlijk. Het is heel buigzaam. En je kan er straks met gemak die steekbuisjes allemaal inzetten. En vorm het klei op de manier zoals je het hebben wil. Dus misschien weer even wennen. Vroeger speelden we heel vaak met klei. Dus maak er gewoon één sliert van. Die we straks over deze schaal gaan uitslingeren. Zo'n slang. Je kan eigenlijk elke willekeurige schaal die een beetje goede glazuur heeft, kun je hiervoor gebruiken. Want als je straks het klei zat bent, zeg maar, dan omdat je het niet gaat afbakken in de oven en zo, kun je heel makkelijk het klei verwijderen. Nou, voordat ik verder ga, ga ik toch even mijn handen wassen. Straks worden ze wel weer viezer, maar werkt in ieder geval even lekkerder. Tot zo. Zo, we hebben dus buisjes met een steekbuisje. En zonder.
misschien wel even handig als je ze eerst, als je eerst degene erin doet die allemaal in een steekbuisje zijn gewikkeld. Dan kun je alvast een beetje uitzetten waar je ze hebben wil. Want de rolletjes met een steekbuisje, daar komen uiteindelijk de bloemen in. Dus dan kun je van tevoren al een beetje nadenken hoe je dat dan hebben wilt. Nou, dan kunnen we het zo erin steken. En dan staat het vast. Ik zet er hier twee dicht bij elkaar. Ideaal werken met dit op deze manier. Dit zijn de hollen, het holle blad. Zo, je kan wat buisjes echt netjes aan de buitenkant zetten van het klei. Maar het is ook niet zo erg als je het klei gewoon ziet. Het heeft een hele ruwe, een hele natuurlijke, authentieke vorm en kleur. En ik vind dat heel goed passen bij de, bij de materialen die we hiervoor hebben uitgekozen. Zo'n mooie, strakke, gladde schaal. En dan de rest heel natuurlijk en organisch. Dat geeft een heel mooi effect. Maar je kan natuurlijk ook het klei verdoezelen met van allerlei materialen. En die keuze laat ik lekker aan jezelf. Soms is het makkelijk als je het net even een klein stukje knipt. Dan is het mooi een strak onderkantje. En dan kun je goed makkelijker insteken. En waar hebben we nog een mooi plekje aan deze kant. Je kunt altijd achteraf nog even de schaal wat schoner maken. Dat zal ik ook doen. Maar goed, we hebben dus nu de basis. Nou, zoals je ziet kan je daar veel mee doen en hij zit gewoon goed vast. Dus dat is altijd wel fijn als je gaat bloemschikken. Dat je het zo weet te maken dat het ook nog vervoerbaar is. En dat je niet bang bent dat het gaat omvallen. En als het omvalt, dat het wel oké is. Ja, ik heb hier nog een tak. En die kunnen we eigenlijk heel speels een beetje in het klei zetten, zo her en der. En het leuke van dit soort takken is, als je ze op water zet, komen ze mooi uit. Gaan al die katjes uitkomen en krijgt uiteindelijk groene blaadjes. Maar als je het niet op water zet, dan droogt hij gewoon in. En dat heeft vaak een heel leuk effect. Het wordt gewoon al steeds leuker. Het kan wel zijn dat die katjes misschien ietsje zwaarder zijn voor het klei. Steek het daarom ook gewoon echt in een dik hoopje klei, zeg maar. Zo, het wordt steeds gaver. Nou, heb ik deze clematis, hè? Dat zijn bloemetjes die je in de bloemenwinkel in ieder geval het hele jaar door kunt krijgen. Dus ook nu in de winter kun je al naar een bloemist gaan om te vragen of ze wat voor je hebben. En anders daag ik je gewoon uit om lekker zelf creatief te zijn en iets te vinden wat er heel mooi op lijkt. Of wat je ook zou kunnen gebruiken in een creatie zoals deze. Dus wees niet bang dat je niet dezelfde materialen kan vinden, maar zie het juist als een mooie uitdaging. En die steekbuisjes, die zitten al vol met water. Dus het enige wat je hoeft te doen is de bloemetjes erin te laten zakken. En klaar ben je. En als je denkt van, ik vind het heel te veel blad, dan haal je wat blad eraf. Nou kun je denken van, ik vind het leuk om de bloemetjes door het hele stuk te zetten. Of je gaat er wat speelser mee om. Dat betekent dat je het meer groepeert. En op die manier maak je het wat eigenwijzer en onvoorspelbaarder. En dat kan wel eens heel prettig zijn. Deze maak ik nog kleiner.
Het klei is nog zacht en dus erg flexibel. Dus als je het per ongeluk stoot, geen probleem. Want dan kun je natuurlijk gewoon weer terugduwen. Nou, dan heb ik hier de rozen. Kijken of het er aan mijn kant hetzelfde uitziet als aan jouw kant. Maar dat zal altijd wel een beetje zo zoeken zijn. Rozen ook gewoon goed schuin afsnijden met een lekker scherp mes. Dat werkt het makkelijkste. Ik vond deze kleur gewoon echt geweldig staan in dit geheel. Echt het felwitte van de schaal en het hele natuurlijke van dat klei en die takken. En dan zo'n aparte kleur roos. Echt helemaal te gek. Nou, de buisjes die zitten natuurlijk lekker vol met water. Dat betekent dat ze dus ook wel een beetje kunnen gaan druppelen. Nou, dat vindt het klei niet erg. Daar blijft hij juist extra lang flexibel van. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet de bedoeling. Dus hou dat in je achterhoofd. Misschien wel handig van tevoren. Om de buisjes niet te vol te doen met water. Zodat je er nog een beetje ruimte voor hebt voor een rozen steel. Nou, deze doe ik dus ook bewust bij elkaar. En ik weet dat ik nog een paar fanda's ga verwerken in de buisjes. Even kijken. In die. En in die dan. En dan heb ik nog één roos. Die ga ik wel hier zetten. Het mooie van die buisjes is dat ze flexibele dopjes hebben. En zeker als ze gewoon rechtop blijven staan in je creatie, dan is het niet erg als die dopjes twee stelen erin hebben die niet helemaal aansluiten, waardoor er water uit kan lekken als je het buisje op zijn kant zou houden. Maar in dit geval staat alles rechtop. Dus het is helemaal niet nodig dat ze water tegenhouden. Even van dichtbij laten zien. We hebben hier een mooi steekbuisje met een Fanda orchidee. Nou, die kan je er eigenlijk gewoon in laten zakken. Hupsakee. En klaar. Dan hebben we er hier nog eentje. Dit is echt een prachtige Fanda orchidee. Super sterk zijn ze ook. Is echt ideaal. Die heb ik even zo neergezet. Nou, dit is al de creatie. Dus zo eenvoudig is het. Ook al lijkt het echt een meesterwerk. Echt een, nou ja, geheimpje niet. Maar weet je, iets bijzonders. Een ideetje om met je te delen. En wij zouden het heel erg tof vinden als jij met dit idee aan de gang gaat. En dat je gewoon een hele gaaf creatie maakt. Zet die op de foto en stuur die zo snel als je kan naar de redactie van groei.nl. Op deze pagina vind je vast en zeker alle informatie die je nodig hebt. En dan kunnen mensen gaan stemmen, lezers kunnen stemmen op de mooiste creatie. En wij als redactie, ik in samenwerking met groei.nl gaan dan de mooiste foto's kiezen. Dus er komen twee winnaars en die winnaars die winnen de paaspecial van floralist.nl. Nou, ik hoop dat je er echt mee aan de gang gaat. Niet eens voor de DVD, maar gewoon voor jezelf. En omdat het superleuk is om te doen en bloemschik is helemaal leuk. Dus inspireer ons met jouw ideeën. Ik zie je graag volgende keer. Bye bye!